Vandaag in alles wat bloeit en gloeit en opent. Na 3 maanden quarantaine hebben wij ineens weer de vrijheid om te doen en te laten wat we willen. En verdomd Pieter, Pieter, hij is weer actief. Ja, natuurlijk jongens, kijk eens mooi, volglas blad bier. Wat wil je nou nog meer? Koud? Hij sleept een ponton naar, ja, naar de kroeg toe, want ja, het kroegje is te klein. Het kroeg is kleintje, het terras is te klein, het terras is te klein, alles is te klein. Juist. En nu een goede oplossing, dus komt helemaal goed. En je hebt nog wat sub pontons, heb ja, ik. Ja, natuurlijk, iedereen die op een bootje wat drinken wil, mag dat ook natuurlijk aan mij schelen. Ja. Helemaal goed. Hoe voelt het? Het voelt dubbel, want ja, we kunnen het niet ontdoen zoals we het willen doen. Nee. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ja, valt niet mee op zijn schuit om te roeien, maar komt goed. Ja, ja, mooi. Zeker. Ik ga het biertje wegbrengen voordat het... Ik krijg de dorst. Ja, 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 dankjewel. Ja, ja, ja. Nou, alles wat goed en boeit dus. Na 3 maanden quarantaine. Jansen ook een beetje in de problemen. Geen communicatie met je naasten. Vooral als je af en toe even wil napraten in de kroeg. Ik heb ook nog de afgelopen 3 maanden beelden gemaakt om eens te laten zien hoe Weest eruit ziet zonder al die activiteiten. Zonder al die verenigingen en zonder al die kroegen waar je elkaar kunt tegenkomen en elkaar kunt spreken. Uiteindelijk is iedereen blij. Volgens mij niet alleen in Wees, maar ook verder buiten. Dat we weer naar buiten mogen en mogen communiceren met mensen waar we wat mee hebben. En dat wordt onderschat. Jongens, sterkte en maak er wat van. En ja, ik zeg het heel zachtjes. Die 1,5 meter. Ik weet niet hoe lang het stand houdt. Terrasje in de zon, ik voel me in mijn sas. Ik weet nog goed dat ik met jou verlegen was. We waren jong verliefd en werkten uren aan een zoen. Ik zou het zo weer doen. Het zou weer doen. Begon zo onverwachts tijdens een zomerdag. Met vrienden was ik samen toen ik jou daar zag. De vrienden die ik voelde maakten alles bij me vrij. Jij was een droom voor mij. Een terrasje in de zon, ik weet nog goed hoe het begon. Je keek me aan en al mijn dromen kregen vleugels. Mijn wereld werd een feest met jou als liefste speelgoedbeest. Wie had ooit gedacht dat ik je krijgen kon? Achter mijn zonnebril keek ik je stiekem aan. Met twijfels en een biertje was ik bijna opgestaan. Jij was alles wat ik wilde, maar die allereerste stap ging niet al te rap. Niet al te rap. Ik dacht ik vraag een vuurtje, overal is dat wat te zaak. Dan maar dichterbij gaan zitten, voelde mij wat opgejaagd. Je ogen vonden mij, je kwam langzaam naar me toe. Dat was voor mij de clue. Een terrasje in de zon, ik weet nog goed hoe het begon. Ik keek me aan en al mijn dromen kregen vleugels. Mijn wereld werd een feest met jou als liefste speelgoedbeest. Je had ooit gedacht dat ik je krijgen kon. Een terrasje. Ah, ons terrasje. Ja, ja, ja. Ons terrasje. Oeh. Ons terrasje. Het gaat ons gebeuren. Terrasje. Ons terrasje. Ze is van. De maanden die toen volgden waren één groot feest. Ik voelde ware liefde, het was nog nooit zo echt geweest. We maakten lange nachten, het was helemaal te gek. Nou ja, als er één horecadier is die, ja, die met zijn ziel onder zijn arm liep, even los van mijn avonturen elke week zeg maar in Weesp, is dat Willem Boom. En Willem Boom, laat ik hem nou toevallig tegenkomen. Dit zijn even de weinige interviews die je op 1,5 meter kunt voeren. Maar ik heb een hele lange arm. Ik heb een hele lange arm. Willem, hoe heb jij die 1,5 meter maatschappij... Ik durf het woord haast niet te gebruiken in Wees. Maar wel die hele stop van al die kroegen in jouw sociale netwerk. Hoe heb jij dat overleefd? Nou, ik ben thuis geweest. Maar goed, ik had er vrij weinig contact natuurlijk thuis. Maar aan de andere kant, ik ben zo blij dat we nu hier helemaal vrij uit kunnen gaan. En eigenlijk vind ik het onzin. Sorry. Onzin. De hele situatie? De hele situatie, ja. Ik ben het waarschijnlijk heel erg met je eens. Ja, want buiten kan er helemaal niks gebeuren. Dat is sinds 2 weken, 3 weken, sinds Maurius de Hond dat heeft onderzocht, is dat bekend, hè? Ja. En er wordt maar amper aandacht aan geschonken. Nee, totaal niet. Nee, echt absoluut niet, nee. Maar goed, ik zit nu hier bij mijn...
schoonzoons, eigenlijk mag het helemaal niet. Nee. Want het is geen rechtstreeks familie. Geen één gezinswoning. Nee. En ik heb ook een hele club hier uitgezegd. Zeg dat jullie allemaal kinderen van mij zijn. Kunnen jullie allemaal bij elkaar zitten, weet je. Jij hebt heel veel kinderen. Ik heb ontzettend veel kinderen, natuurlijk. Nee, dat is gewoon zo. Ja, daarom. Geweldig. Ik heb vandaag genoten. Kijk. En Lidie, mijn vrouw, die ken je ook. Ja. Die zegt, Wim, ga jij maar, want we gaan morgen op vakantie naar de camping. Aha. En die zegt, ga jij maar naar je kinderen toe. En dat vind ik mooi, hè. Ja. Dat is mooi, hè. Dat je vrouw zegt, ga maar naar je kinderen. Het hele sociale gebeuren, dat wordt echt onderschat. Deze kom, hè. Het is zo mooi. En als de kerk erbij gekomen, dat is nog mooier eigenlijk. Ja. Dus dat moeten we eigenlijk, de hele, hoe heet dat hier allemaal? De Herengracht moet helemaal terrassen wezen. Ja. En die kant moet ook helemaal terrassen wezen. Ja. Dat is Weesp. Echt een Weesper hier van 83 die alles overleefd heeft. Ja, alles. Ja. Ik durf bijna niet dichtbij je te komen, want ik ben bang dat je morgen dood neervalt door mijn besmetting. Je weet buiten... En de Tweede Wereldoorlog. 0,33% je wordt nog eerder doodgereden in een auto als dat je buiten nu besmet raakt. Hè? Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik ben ervan overtuigd, als we gewoon normaal gedaan hebben zoals we normaal deden... Ja. Had er verder niks aan de hand geweest. En hadden net dezelfde mensen doodgegaan als anders. In 2018. Alleen een maand later. In 2018. In 2018 was het veel erger. Over twee maanden komt het weer. En dan weer. Gewoon ons. Bezig aan het rekenen. Nou, cool. Je hebt je hele leven al met virus en toestanden te maken. Dat top. Als ik nu naar de NPO kijk, naar hun nieuwsuitzending. Dan zie ik berichten van het front. Ja. Dan denk ik bijna. Maar nou, we moeten nog net niet in de loopgraven gaan liggen hier. Nee, maar we keken alleen maar naar verplegers die uiteraard goed werk deden. We worden gewoon de grond in gepraat, man. Echt. Het was Depri-TV. Ja, het is belachelijk. En elke dag. En dat doet meer. Op een gegeven moment zijn wij ermee gestopt, hè? Ja, ik ook. Want je wordt helemaal doodziek ervan, gewoon. Dus er is allemaal niks te doen. Willem, bedankt voor jouw openhartig gesprek. Nee, die elleboog, hè? Ah, joh, kom op, man. Even ventileren weer. Heel leuk. De Eerozonen moeten weg nu. De Eerozonen moeten weg. Mooie. Hoe hebben jullie die drie maanden overleefd eigenlijk, Bam? Ja, ons een beetje zitten verwennen, een beetje schilderen, een beetje opknappen en afwachten. Wacht even, anderhalve meter, hè? Dat moet je wel doen, maar we hebben een stok, hè, eigenlijk. Ja, hè? Ja, waar is de stok? We hebben geen stok. Nee, maar goed, jullie hadden een goede draai in de kroeg. Ineens stopt alles. Daar houdt niemand rekening mee. Dat is natuurlijk een ellende, hè. Oktober begonnen, wachten tot het terras gaat beginnen. Een beetje overbruggen met de wind en buffertje. En dan krijg je, dat is een ellende natuurlijk nu. Ja. Maar ja, we komen er wel weer uit als we gezond blijven. En, Mochten jullie ook meer stoep gebruiken of niet? We hebben het wel aangevraagd. En we hebben eigenlijk nog niet de officiële berichten gehad. Nee. Maar in wezen zou de gemeente een klein beetje medewerking overal een beetje met uitbreiden. Voorlopig duurt dat even, dat mag even. Voorlopig proberen we tot oktober of zo en proberen nog een maandje langer te gaan. De weekenden mogen we nu al een uurtje langer open. Ja. Dus de terrassen mogen tot 12 uur open blijven. Dus dat scheelt ook wel een klein beetje. Normaal tot 11 uur dus? Ja, normaal tot 11 uur. Nou mag het vrijdag en zaterdag tot 12 uur. Nou, mooi. Dus dan hebben we toch weer een uurtje speling en dan hopen we dat het mooi weer wordt. Ja. Die mooie terrastemperatuur hebben we even overgeslagen. Het is nu 4 juni, donderdag. Helaas, de horeca en de terrassen zijn open. Helaas. Maar het weer is ook een beetje omgeslagen. Corine, hoe ben jij de coronaperiode doorgekomen? Ja, met veel wikken en wegen. En ja, wat moet. Dus we moesten gewoon dicht. Je niet verveeld? Nee, ik heb me niet verveeld. Want we hebben het café lekker schoongemaakt, we hebben geschilderd, we hebben alles gedaan. De laatste maand had ik wel, daar word je er wel een beetje depressief van. Mooi weer, mooi terras aan het water en ik mag niet open. Met mede-collega's, met mij natuurlijk. Maar nee, dat is wel frustrerend. Ja, dat is zeker frustrerend. Heb je nu je terras anders ingedeeld? Ja. Ja, zeker. Anderhalve meter van elkaar af. Ik heb gelukkig een groot terras. Wat we niet meer zouden doen, moeten we nu wel doen. Dus de zijkant van ons café. Ja. En gelukkig zijn de mensen ook heel meegaand. Dus dat scheelt ook. We zijn lang blij dat ze weer naar binnen mogen. Ja, en dat we elkaar weer allemaal mogen zien. Dus dat is natuurlijk. We hebben elkaar allemaal wel heel erg gemist. Op sociale isolement, volgens mij. Verborgen leed noem ik het.
Zo is het ook, zo is het ook. Ja, veel vrienden, veel gasten die eigenlijk regelmatig komen. Ja, is een behoorlijke gemis geweest. We hebben hier en daar ook wel met z'n allen een traantje gelaten. Van blijdschap dat we elkaar weer zien. Alleen al zien. En dan denk je, natuurlijk vind ik het fijn om op een terrasje te mogen reserveren en doen. Maar ook om de gasten te kijken. Ja, weer met elkaar te praten, andere gesprekken. Die de afgelopen 2 maanden, wat hun meebeleefd hebben, wat ik beleefd heb. Ja, ik vond het wel weer, ik ben weer blij. En weer bijgetrouwd? Nog niet, nog lang niet, nog lang niet, nee. Het weer is een beetje omgeslagen, Karin. Maar hoe staat het met het heertje en het overleven tijdens de coronacrisis? Ja, we gaan ons best doen om het weer op orde te krijgen allemaal, financieel. En, ja. Niet verveeld? Nee, we hebben de keuken een beetje opgeknapt. Aha. Omdat we natuurlijk 7 dagen in de week open zijn, is dat moeilijk om alles bij te houden. Dus dat is nou weer spik en span. Kijk. En een nieuwe indeling waarschijnlijk ook, hè? Met strepen zag ik al staan op de grond. Op de grond zijn strepen, alles is 1,5 meter, zeker. Ja. Ja, en, alle de familietafels natuurlijk. We hebben 2 familietafels nu, terwijl we normaal 10 hebben. Ja. En anders is verder 2'tjes geworden. Ja. Ja. Nou, vandaag een beetje pech met het terras, hè? Ja, we hebben wel pech, maar ja. Ja, al die maanden is het mooi weer geweest en nu gaan we eindelijk open en wordt het slecht weer. Ja, en dat valt even een beetje tegen natuurlijk, want dan kan je binnen en buiten vol zijn. Ja, en het is vandaag dus alleen maar binnen vol. Ja, ja, ja. Dus, maar ja, de mensen komen gelukkig wel en dat is voor ons dan toch wel een positief teken. Begrijp ik. Ja. Nou, heel veel sterkte. Dave, heb jij je verveeld in de coronatijd? Totaal niet. Nee? Nee. Wat heb je gedaan om de tijd te doden? Lekker op de bank gelegen, Netflixen. Ja. Achterstallige klusjes bij bijna thuis. En ik heb mijn huis geschilderd. Maar dat huis was toch al helemaal klaar? Was helemaal klaar, maar ik hou niet van een wit huis, dus nu is die helemaal groen. Maar in diezelfde coronaperiode heb je ook nog een rookcabine verloren? Ja, heb ik ook nog, ja. Vind je dat? Ja, maar goed. Eigenlijk aan je klanten vragen. Ja, dat zou je kunnen doen, maar nee, het gaat helemaal goed. We hebben een asbak buiten staan en het gaat helemaal prima. En je hebt wat aquaria panelen hangen voor de eventuele verstuivingen van de aerozone, hè? Zeker. Ik wil natuurlijk wel natuurlijk beschermd zijn tegen de corona natuurlijk, hè? Jij zit niet in de risicodoelgroep. Nee, zeker niet. Ja, maar ik wel, maar... Maar mis je nou je terras niet? Nee, helemaal niet. Nee, heb ik nooit gehad. Dat wil ik ook niet. Gaat niet gebeuren ook. En wat je niet hebt, kun je ook niet missen. Dus nee, ik vind het goed zo. Bepaalde plannen, een andere inrichting in verband met die 1,5 meter of niet? Nou ja, we hebben het een en ander verschoven. Maar als die 1,5 meter weer een beetje versoepeld gaat worden, dan gaat alles gewoon weer terug naar het oude. Dat kan niet snel genoeg wat mij betreft. Hè? Absoluut. Maar voor mij morgen al. Echt waar. En de mensen die komen doen het allemaal helemaal keurig. Het gaat helemaal goed. Dankjewel. Ik ben zeer tevreden. Je staat een tevreden, Dave. Het waren voor mij persoonlijk, en ik doe niet vaak persoonlijke boodschappen tijdens dit Alles Wat Gebeurt en Boeit kanaal. Maar voor mij best wel zware tijden. Ik heb heel veel sociaal contact gemist. En die biertjes die kan ik natuurlijk net zoals iedereen van jullie zelf wil drinken thuis of in de tuin. Maar dat is toch anders als dat je in één keer op 1 juli 2020... in elkaar tegenkomt en elkaar even aanspreekt en bijpraat en uitwisselt waar het uiteindelijk de afgelopen 3 maanden over is gegaan. Ik ben blij dat we eruit zijn en wat mij betreft hoop ik iedereen heel veel vrijheid toe in Weesp en daarbuiten. Zonder corona en zonder 1,5 meter. Tot de volgende Anders Wat Gebeurt en Boeit.